De schrijversgroep 77 heeft voor haar themaavond een boekpresentatie gehouden. De auteur Bert Kalle presenteerde zijn pennenvrucht Mijn oma was een slavin. Kalle vertelt dat hij onderzoek heeft gedaan en dat er in zijn familie werd ontkend dat zij een trotro hadden die een slavin was. Tijdens zijn onderzoek heeft hij hulp gehad van historische romanauteur Cynthia McLeod. Kalle vertelt hoe de samenwerking is geweest. Later heb ik haar weer mogen ontmoeten en toen heb ik gevraagd van wil u het voorwoord voor mij schrijven in mijn boek? En in dat voorwoord wordt precies de essentie van mijn boek, van mijn verhaal, in een oddo neergezet. En die oddo klinkt, you can kibri you gramma, maar ino kan kibri in koso koso. Dat is precies de essentie van mijn verhaal, want in de familie werd op de een of andere manier toch steeds ontkend dat wij een trotro hadden die als slavin was geboren. Door veel gesprekken daarna met mensen die zeiden, en onder andere Cynthia McLeod vertelde dat ook in haar lezingen, dat er een soort van schaamtegevoel was, dat mensen niet wilden weten dat ze afkomstig waren van een slaaf of van een slavin. Het verborgen, de trotro, die zet je achter in de kamer en dan hoor je haar niet. Dan kun je haar verbergen en dan kun je gewoon met je eigen leven verder. McLeod, die ook tijdens de themaavond aanwezig was, kreeg een moment om uit te leggen hoe de belangstelling is ontstaan voor het schrijven over de slavernij. Iedereen heeft het over de Tweede Wereldoorlog en het leed dat er geweest is. Die mensen, die Surinamers, die beginnen dan te denken van, de Tweede Wereldoorlog heeft 5 jaar geduurd. Slavernij heeft 100 jaren geduurd. Als al die mensen kunnen praten over de Tweede Wereldoorlog en het vreselijke leed, waarom mogen wij dan niet praten over slavernij? Waarom mogen wij dat niet noemen? En zo is die belangstelling gekomen. Zij aandacht hiervoor gingen vragen. Ja. En toen was er een vrouw uit Suriname die ook nog een boek is gaan schrijven. Hoe duur was de suiker? Ha? En dat boek werd erg bekend in Holland. Nou, en zo is die aandacht op gang gekomen. En nu is er natuurlijk een geweldige aandacht voor slavernij. Ja, nu zijn we 2023, 2024. Mensen. Wat een belangstelling, hè? En al die Surinaamse, die Nederlanders met Surinaamse roots, hè? Kalle wil dat ook in Suriname zijn boek meer bekendheid krijgt om ook aan te geven dat ondanks veel Nederlanders niet willen of kunnen toegeven, heel veel ook voorouders hadden die uit de Surinaamse slavernij afkomstig zijn.